En laat mijn hart niet hard en koud blijven. Maar geef dat hartelijke berouw, die hartelijke droefheid naar God, waar Paulus over schrijft. Want, laat ik dat gelijk wel bij je zeggen, hè? Een droefheid naar God. Want daar gaat het ten diepste wel om. Het gaat maar niet om zonde te doen of mensen in de put te preken. Een droefheid maar die wel bij God brengt. Dat gaat hier ook gebeuren. Berouw en droefheid zijn nooit een doel in zichzelf. Maar die hebben altijd als doel om ons bij de Here te brengen. Kijk, aan de ene kant is er een groot gevaar voor oppervlakkigheid. Te weinig berouw, te weinig droefheid. Maar aan de andere kant is het gevaar niet minder groot. Dat mensen in hun schuld en in hun verlorenheid blijven steken, maar dat het niet verder komt. En dan kunnen we jaar in, jaar uit klagen over onszelf. Hoe hard we zijn en hoe onwillig we zijn en hoe blind we zijn. En ga maar door. Je kunt eindeloos klagen over wie je bent. En het is nog waar ook. Maar kijk wel uit dat je daarin niet blijft hangen. Het is wel een droefheid naar God. Een droefheid die bij God brengt. Anders kun je jaar in jaar uit klagen over jezelf. Het is helemaal waar, maar waar brengt het ons? Het gaat al helemaal fout als zonder kennis, als een voorwaarde gaat werken. Dat wij niet rechtstreeks met al onze nood en schuld tot Christus de toevlucht mogen nemen. Maar dat wij eerst nog moeten wachten op meer ontdekking en op meer nood. Dat is ook een gevaar.